Heel goeie avond iedereen. De terrorist van maandag in Brussel die is dood. Maar de discussie over asielzoekers en mensen die illegaal in ons land zijn, is dat allerminst. Theo Franke is niet te spreken over het huidige beleid van Nicole de Moor en zegt dat hij het anders en beter zou doen. Of dat effectief zo is, dat ga ik aan Dave Sinardin vragen. Hij volgt de materie ook al jaren. We gaan het ook onder meer dan over het migratiebeleid in Italië hebben. Met in de rooks van de Standaard. Komend weekend is het exact een jaar geleden dat daar een radicaal rechtse regering aan de macht is gekomen met Giorgia Meloni, dat weet u wellicht, als premier. En de Italianen zijn blijkbaar zeer tevreden. Nu, er komt stilaan veel, enfin, stilaan, het is volop aan de gang, veel protesten, ook aan de westelijke Jordaanoever. Daar is vandaag, ik heb daarnet ook Rude Franks ook nog in zijn reportage gezien, wordt ook betoogd. Veel andere landen ook in het Midden-Oosten. Gisteren ook in Berlijn, waar een protestbeweging is opgebroken. Meneer Franke, is de vrees terecht dat dat nog gaat uitdijnen, die protesten, dat er nog in de rest van de wereld nog veel meer miserie van komt? Ja, absoluut. Hè. Dus Israël gaat all the way gaan. Dus Hamas gaan ze proberen vernietigen. Hè. Dus die terroristische aanslag, 1300 Israëlische burgers en buitenlanders op Saraceense wijze over de kling gejaagd. En, dus die gaan volle wraak nemen. Die hebben een regering van nationale eenheid gemaakt. En dat is in Israël niet evident. Dus die gaan alles doen om Hamas uit te roeien. Net zoals wij hebben gedaan om IS uit te roeien. Dat ze hier zijn komen bombarderen in de Bataclan en in Zaventem. Net zoals na 9-11 bij Tora Bora hebben plat gebombardeerd om Al-Qaeda te pakken. Dus Is dat vergelijkbaar, en dan heb ik het vooral over de burgers, want het is natuurlijk een complexe situatie. Burgers, mannen van Hamas, het zit allemaal vermengd met elkaar, maakt de situatie heel specifiek. Is dat vergelijkbaar met wat daar toen gebeurd is? De vergeldingsacties zijn vergelijkbaar. Ja. Alleen, goed, maar natuurlijk, je kunt je Gazastrip niet vergelijken met Tora Bora of met IS-gebied op dat moment. Dat is irrelevant, dat is evident. Maar dat is niet het punt. Het gaat over vergeldingsacties. En dit is zo spijtig. Dit is ook de bedoeling geweest van Hamas. Dus alles wat er opengegaan is tussen, of wat er ontdooid is in de relaties tussen Israël en de Arabische wereld, is nu terug helemaal in stellingenoorlog. En het gaat alleen maar erger worden, denk ik. Dus dat plannetje is geslaagd. Zullen ze Hamas effectief een vernietigende slag kunnen toebrengen? Dat is nog maar de vraag. Waarschijnlijk zelfs niet eens, maar ze zullen ze wel heel zwaar kunnen pakken. En daar zijn ze nu mee bezig. En dit heeft heel, heel zware consequenties, ook voor die vluchtelingen. Hè. Laat dat heel duidelijk zijn. Zij zijn ook een slachtoffer van die terreuraanslag van Hamas. Is het een goed idee voor de internationale gemeenschap op zo'n moment om wat gematigder te zijn in de boodschappen, in de mate waarin je steun voor Israël uitspreekt? Denken aan die burgers, bedoel ik dan? Dat is een heel, heel goede vraag. Ik denk dat enerzijds niet anders kan als er zo'n zware aanslag wordt gepleegd, het hoogst aantal Joodse doden sinds de Holocaust, dat je ook steun uitspreekt als dat natie. Dat begrijpt ook iedereen dat gebeurt. Hè, maar je moet natuurlijk onmiddellijk ook in je achterhoofd houden dat men dan inderdaad naar alle waarschijnlijkheid bijzonder hard zal terugslaan. En dan vooral op Gazastrip. En Gazastrip is zo klein, er wonen zoveel mensen, dat je onvermijdelijk heel veel burgerslachtoffers zal meenemen in die vergeldingsacties. Onvermijdelijk is het niet. Onvermijdelijk is namelijk dat je namens het internationaal humanitair recht als staat gebonden bent om een burgerbevolking te beschermen en oorlogsmisdaden te vermijden. Wat Hamas heeft gedaan met die terreuraanslagen was absoluut een oorlogsmisdaad en een schending van het humanitair recht. Dat staat een democratisch nog altijd verkozen regering als die van Israël niet toe om collectief een burgerbevolking te bestraffen. Er loopt al een onderzoek sinds een paar jaar bij het internationaal strafhof en zij zijn verder documentatie over mogelijke oorlogsmisdaden. Wit fosfor wordt door Israël gebruikt, hè, in Gaza en in Libanon. Dat komt hen niet toe. Het komt hen niet toe om wraak te nemen, no matter what. Ja. Dat kan niet. Ik heb dat ook niet goedgekeurd. Nee? Laat dat heel duidelijk zijn. Uw partij staat wel volmondig achter Israël, heeft de vlag geheven en zegt onvoorwaardelijke steun. Mark Rutte zegt hetzelfde in Nederland, hoewel 1 op 10 Nederlanders hem daar niet in steunen. Dus dan vraag ik me af, waarom kiezen jullie duidelijk een partij, terwijl er 2 zijn en jullie ook bijvoorbeeld voor diplomatie en voor een vredesoplossing hadden kunnen pleiten? Ja, maar u heeft niet goed geluisterd. Hè? Dus wij kiezen absoluut voor Israël als het gaat over de betuigenis van een medeleven na die aanslag, die verschrikkelijke aanslag.
die barbarij die gepleegd is op 1300 mensen. Daar is geen enkele verschoning voor. Geen enkele verschoning voor. En vandaag, wat zeggen jullie vandaag over dat er natuurlijk een diplomatieke oplossing moet komen, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Maar als u mij vraagt, als u mij vraagt als politicus, dan zeg ik, er moet een diplomatieke oplossing komen zo snel mogelijk. Als u mij vraagt als analist en iemand die iets van defensie kent en ook iets van Israël, dan zeg ik u, die vergeldingsacties gaan doorgaan totdat ze Hamas in de kern hebben geraakt. Mag ik u één vraag stellen? Zou u zeggen dat Israël niet mag collectief straffen? Zou u dat zeggen? Ik roep Israël op om niet collectief burgers te straffen? Natuurlijk, dat is evident. Oké, top. Ja, goed, zijn we het eens. Het is toch evident, ze moeten maximaal alles doen om het internationaal humanitair recht te respecteren. Dat proberen ze ook. Ze verwittigen op voorhand. Ze geven signalen op voorhand. Ze hebben heel veel duidelijke signalen gegeven. Want wat moet je doen als Hamas gedurende jaren al het concept van het menselijk schild in de praktijk brengt door hun militair commando in ziekenhuizen te zetten, al hun raketlaunchers allemaal in crèches te zetten? En dat is, wie is dan de schuld? Dan is Hamas de schuld. Het internationaal oorlogsrecht is heel duidelijk. Als je een menselijk schild gebruikt, ja, dan ben je zelf, degene die het gebruikt, is in de fout. Mm-hmm. Dat is ook een humanitaire schending. Maar je vecht natuurlijk niet met gelijke wapens. Iemand trekt zich van geen enkele humanitaire oorlogsregel aan en Israël moet alles tot in de puntjes volgen. Ja, maar dat is natuurlijk een oorlog dat je in een klein stadsgebied, is dat een oorlog die je nooit kan winnen. Natuurlijk. Maar ik wil naar wat er maandag hier in Brussel gebeurd is. Ook geen prettig nieuws. Het is uiteraard logisch, dames en heren, dat zo'n aanslag een en ander teweeg brengt, ook op politiek vlak. Gisteren ging het er uiteraard over in de Commissie Binnenlandse Zaken. En een dag eerder zei de premier in ons journaal het volgende. En dus eindelijk, denk ik, is nu het moment om eens een heel strak systeem te hebben. Als je een order krijgt om het grondgebied te verlaten, dan zijn er twee opties. Ofwel ga je onder begeleiding terug naar het land van herkomst. Maar dat kan alleen als we als 27 Europese landen tegen die landen zeggen, je gaat onze vliegtuigen ook aanvaarden als ze daar landen. En als dat en niet anders, kan? En anders moet je die vastzetten. We gaan met Europa heel streng moeten zijn en ons tanden moeten laten zien. We spreken in Europa en in Afrika en in veel landen allemaal andere talen. Maar er is één taal die iedereen spreekt. Hè. Dat is de taal van geld. Als mensen een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten, dan moeten zij het grondgebied verlaten. Wij kiezen er alleen voor om geen fabeltjes voor te houden. Als je die 100.000 mensen die er op vandaag zijn, als je die allemaal opsluit, dat kan logistiek gewoon niet. Dus je moet daar gaan zoeken wie wil het vrijwillig doen. En gaan we gewoon goed begeleiden om opnieuw een toekomst in het land van herkomst uit te bouwen. En gaan we op welke manier het land laten verlaten? En twee, wie weigert dat te doen? En wie moeten we dus verplicht het land laten verlaten? En op dat moment, als het echt niet anders kan, dan kan daar ook verplichte opsluiting bij horen. En zo gaat het weer voluit over de problematiek van de asielzoekers, mensen die hier illegaal verblijven, vluchtelingenproblematiek. Meneer Frank, als u dat hoort, dan hoeft u geen oppositie meer te voeren, want dat is toch helemaal uw lijn. Ja, dat is mijn lijn, maar ze gaan er niks aan doen natuurlijk. Als ze zeggen van wel. Maar je hebt Ecolo niet gehoord en de PS niet gehoord. En die zeggen van niet, en die zijn de baas. En dan is het klaar. Dan is het helemaal klaar. Ja, want dat is een beetje, want u had ook meteen kritiek. Ik wil uw tweet erbij halen als het hierover gaat. Ik denk dat de dag na de aanslag was. Tijdens de commissie ding gisteren. Dat u hem gestuurd heeft, oké. Okay. Toen dat er al over gepraat werd. Hè? Want zoals steeds, zo zegt u, als er een ramp gebeurt, kondigt men plots allerlei maatregelen aan. In dit geval onder andere om het uitwijzingsbeleid te verbeteren, dat al decennia faalt. Wat alleen maar de vraag oproept waarom dit niet eerder kon en vooral waarom er nu werkelijk iets van in huis zou komen. Waarom niet? Omdat niet iedereen mee wil dus. Ja, ik had ook een beetje een déjà vu gevoel. En dan gaat het zelfs niet enkel over het migratiedossier. Hè, maar er gebeurt inderdaad een groot dramatisch incident. Hè, en dan plots gaat alle aandacht er naartoe, begrijpelijk. En dan ontdekken politici of herontdekken ze plots bepaalde problemen. Dan hebben ze daar meteen heel stoere, pasklare oplossingen voor. Hè, en dan creëren ze de indruk alsof dat meteen allemaal gaat opgelost worden. Ja, en dan volgende week gebeurt er weer iets anders en dan vergeten we dat allemaal weer en binnen een paar jaar komt er weer een gelijkaardig incident en dan begint alles weer van voren af aan. Hè? En dan vragen we ons af van, ja maar hebben we dat al eens niet gehoord en ja, waarom is dat dan niet gebeurd? En dan krijg je gewoon weer natuurlijk dezelfde beloftes. Dat stoort mij wel een beetje. Allee, dat heeft te maken met steekvlampolitiek. Hè? Zijn de media voor een stuk ook verantwoordelijk voor, denk ik. Nu is alle aandacht daarop, maar volgende week zijn we dat weer vergeten. Ja, maar wat mij opviel, je krijgt de indruk dat veel politici
lijken te ontdekken dat hier 100.000 of tussen de 100 en de 200.000 mensen zijn die illegaal hier verblijven. Dat dat nu een ontdekking van het moment is. Wel ja, die indruk geeft het inderdaad. En dat is ook een beetje mijn ergernis, hè, dat dit nu plots... is dat zo? Ja, we moeten er iets aan doen, we gaan er iets aan doen. En hop, hier zijn ineens een aantal oplossingen. Ja, en zo werkt het. Zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. En zeker in een dossier als migratie, laat ons eerlijk zijn... Het beleid op migratie is al 15 jaar ongeveer hetzelfde. Ik wil niet zeggen dat er niet een aantal kleine verschillen zijn, maar in grote lijnen verschilt dat ook niet zo sterk van elkaar. En ja, dan wordt er heel veel over gecommuniceerd. Voor een stuk kan een natiestaat als België natuurlijk ook niet heel veel doen. Je zit vast aan allerlei internationale verdragen, aan een internationale context, aan, zoals het al gezegd is, landen die niet willen meewerken. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld mensen terugsturen naar Afghanistan, ja, gaan we dan onderhandelen met de Taliban? Dus je zit met een heel aantal problemen waar je inderdaad ook heel moeilijk om onderuit komt. Uitwijzingsprobleem bijvoorbeeld, heel concreet, ja, dat dateert niet van deze regering, dat dateert ook niet van de vorige regering, dat dateert al van veel langer. En ja, welke regering er ook is, dat geraakt niet opgelost. Ja, is het inderdaad geen onoplosbaar vraagstuk? Want u heeft dat even min opgelost gekregen in uw periode, denk ik, hè? De cijfers waren veel beter, maar dat is altijd suboptimaal. Ja, maar het gaat over 3000 mensen op meer dan 100.000 die u dan meer heeft kunnen uitwijzen. Ja, dat is ook een druppel op een hete plaat. Ja, ja, dus nogmaals, dus, mijn cijfers waren beter, maar het is suboptimaal. En weet u waarom dat het suboptimaal is? Omdat die mensen, het overgrote deel van die mensen weigeren om mee te werken aan de identificatie. Die weigeren te zeggen wie ze exact zijn. Die smijten hun documenten weg, omdat ze nog altijd verkiezen om illegaal op het grondgebied in Europa arrest te zijn dan terug te moeten naar hun eigen land. Dat is één. Ten tweede, die landen van herkomst werken gewoon actief tegen. Die willen die niet terug, want ze hebben genoeg volk in hun eigen land en zij willen die ook gewoon niet terugnemen, want daar hebben ze geen zin in. Mm-hmm. En zelfs de remittances, dus het geld dat via money transfer terugstuurt naar hun land, is meer dan de ontwikkelingssamenwerking die het Westen geeft aan Afrika, om maar iets te zeggen. Dus het brengt eigenlijk netto nog op als ze hier zouden blijven. Dus? Daarnaast heb je ook nog eens heel wat NGO's en open grenzenlobbyisten die eigenlijk ook nog eens constant proberen om terugkeer te verhinderen. Dus het werkt gewoon niet. Dat werkt nooit. En bij mij was het wat beter. En misschien volgende keer is er terug een rechtsregering. Gaat dat terug wat omhoog. En nu bij Nicole de Moor is het heel slecht, omdat die groenen constant tegenwerken. Maar dat model is kapot. Stop met te denken. Dat, wat meneer De Croo zegt, is zo naïef. En ook, ik denk niet dat er nog iemand in Vlaanderen die man gelooft. Dat je zegt, ja, de mensen die echt vluchteling zijn, die gaan we beschermen. En de mensen die dan uiteindelijk na een asielaanvraag in België ondertussen 2 jaar, gaan we zeggen, die nee krijgen, die gaan we dan terugsturen. Mm-hmm. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Niemand weg. Niemand weg. Dus wat je moet doen, is stoppen met het model waarbij mensen na een illegale binnenkomst asiel kunnen aanvragen in een Europees land. Sluit de asielloketten in Europa. Zorg voor een echte grensbescherming aan de Europese buitengrens. Zowel in het oosten, waarbij heel veel hekken en muren aan het bouwen zijn, als op de Middellandse Zee, waar we een blokkade nodig hebben, zodat die boten niet blijven komen, zodat die NGO-overzethandel stopt. Zodat je eigenlijk zorgt dat je op dat moment... Take back control, dat je terug controle krijgt op je buitengrens. Is dat dan realistisch? Wat je dan moet doen, als ik heb gesmacht, want het is heel belangrijk, het Australisch model, en wat je dan moet doen, is niet je ogen en harten sluiten voor al die vluchtelingen wereldwijd. Want dat is niet wat ik zeg. Er is enorm veel doffe ellende. We zijn het rijkste continent van heel de wereld. We moeten ook onze morele plicht vervullen, maar wel op onze voorwaarden. We gaan echte vluchtelingen binnenvliegen, vanuit de vluchtelingenkampen, een quotum per jaar, maar veilig en legaal. Niet meer via smokkelaars $10,000 per bootje. U zegt dat nu allemaal wel, maar u hebt dat zelf ook niet gedaan tijdens de bijna vijf jaar. Nee, maar alleen in België kan... In een rechtse regering bovendien. Maar alleen in België kan dat niet. Het is absurd, absurd om te zeggen dat alleen België zou kunnen. Ja, maar, dat weet u ook, ik ben verstandig genoeg. Dat is op Europees niveau. Als ik staatssecretaris was, weten wat dat de periode was? Dat was de periode van het weerschaffendas van mevrouw Merkel en de complete naïviteit. We zijn 10 jaar verder... En ik merk dat alles opschuift in de richting van rechts, in mijn richting. En ik merk dat niemand nog weer schaffen dat zegt. Integendeel, niemand
ziet het nog zitten om massale vluchtelingenstromen binnen te krijgen. Niemand verdedigt dat beleid. Nee, maar u bevestigt dus wel wat ik net zei, dat je inderdaad als kleine staat dat niet alleen gaat kunnen veranderen. Maar dat is wel, ik bevestig niet wat u zegt, ik heb dat zelf gezegd. Dus ja, natuurlijk, dat is evident. Dat, als eigen land, maar als land, kan je dat niet alleen. Ja, maar dus zijn ook al die debatten wel een beetje steriel natuurlijk tussen u en Nicole de Moor? Nee, want kunnen we stellen dat er wel een verschuiving is naar die richting? Dat is een vaststelling die we kunnen maken, denk ik. Ja, absoluut. Iedereen schuift heel duidelijk naar rechts op. Zowel in eigen land als inderdaad breder in Europa. Ik denk inderdaad dat binnen het Vlaamse politieke landschap is Groen, denk ik, zowat de enige partij nog die nog een expliciet progressief discours voert over migratie, ja, maar ook over diversiteit en integratie. Dat is niet wat ik Jeremy van Eekhout daar heb horen zeggen. Ja, want hij zei ook heel duidelijk van we moeten het niet alleen over die terugkeer hebben, we moeten het ook over andere dingen hebben. Mm. Maar inderdaad, zelfs Groen, als je dat vergelijkt met Agalef 30 jaar geleden, zelfs zij zijn een beetje opgeschoven. Hè? Maar zij zitten toch nog wel eerder in die progressieve hoek. Terwijl zeker vooruit, onder Conor Rousseau, maar ook CD&V onder Sami Mehdi. Ja, op de VLD, dat is nooit helemaal duidelijk waar die nu precies staan. En de Franse, u heeft er zelf naar verwezen. Ik wil hem ook even laten horen. Alain Marron, hè, die voor Ecolo in het Brussels parlement zit, dat is inderdaad een heel ander verhaal. Hè. Ce que vous essayez de promouvoir, c'est de dire qu'on renvoie chez les gens chez eux. Vous croyez qu'ils y restent? Vous croyez sérieusement que ça marche? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On renvoie les gens chez eux quand c'est pas du retour volontaire. Ils reviennent au péril de leur vie, mais ils reviennent. C'est une vision populiste, désincarnée, inefficace de penser qu'on va pouvoir faire une Europe forteresse et renvoyer tous les gens chez eux et qu'ils vont y rester. Donc oui, je ne pense pas que ça fasse partie d'un panel de solutions qui soit efficace. Ik denk dat alleen Ecolo die positie nog inneemt. Heeft meneer Franke dan gelijk als hij zegt er komt helemaal niks van? Ja, er komt helemaal niks van wat, dat is dan de vraag. Hè. Nu, er zijn een paar van die symbooldossiers. Van wat de andere partijen zeggen. Ja, er zijn een paar symbooldossiers die natuurlijk al een aantal jaren op tafel liggen. Eén daarvan is de uitwijzingen, de woonsbetredingen mogelijk maken, inderdaad. Dat is ook iets dat onder de vorige regering dan uiteindelijk er niet is doorgekomen. Met name omdat dan de progressieve vreugel binnen de MR vooral daar toch wel problemen mee had. Nu, ik vind daar zijn ook wel vragen bij te stellen. Allee, als iemand die de rechtsstaat toch wel een warm hart toedraagt en de individuele rechten, vind ik ook dat je dat op zijn minst wel serieus moet kaderen. Die woonsbetreding is ingediend door Koen Geens. Ik denk, als u twijfelt aan mijn respect voor de rechtsstaat, dan twijfelt u toch niet aan dat van Koen Geens. Nee, maar er zijn verschillende formules die daarvoor... Eigenlijk speelt het daar ook, Vlaanderen-Wallonië. Ik wil hem ook even laten horen, Koen Geens, want dat wordt ook onmiddellijk gecounterd langs de Franstalige kant, hoor. Kijk, als men een effectief terugkeerbeleid wil voeren, dan kan je niet alleen A zeggen, maar moet je ook B zeggen. En dat heb ik destijds voorgesteld in de regering Michel, dat op bevel van de onderzoeksrechter men een woonst kon betreden waar een persoon die het land was uitgewezen zich schuilhield, om die dan vervolgens van het grondgebied te kunnen verwijderen. Je kan op geen enkele andere manier een aanklampend beleid voeren. Bonjour monsieur, une petite question. Acceptez-vous la visite domiciliaire aujourd'hui? Excusez-moi, mais c'est pas le moment. Permettez que je donne ça à quelqu'un. Mais acceptez-vous les visites domiciliaires aujourd'hui? Pardon? Les visites domiciliaires, acceptez-vous ces visites? Pourquoi vous posez cette question? Parce que Koen Geens a référé vers le gouvernement de Charles Michel et c'était très difficile à ce moment-là. Bah écoutez, Geens indique ce qu'il souhaite. Hein. Très bien, permettez, je souhaite suivre la commission. Mais êtes-vous pour, oui, êtes-vous pour ou contre? Moi, je souhaite suivre la réponse du Premier ministre, c'est ma priorité. C'est la pause maintenant. Dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en dat men zeggen, kijk, die Europese aanpak, dus die terugkeer is altijd suboptimaal omdat het model zelf niet meer klopt. Je moet het model aanpassen, dat is Europees, dat duidelijk zijn. Maar zelfs in België kan de wetgeving wel maximaal, wat mag van Europa, kan je maximaal invoeren. Woonsbetreding is perfect mogelijk. Koen Geens, ik heb dat ingediend, dat kunnen we opnieuw proberen. Bijvoorbeeld ook de vasthoudingstermijn. Op dit moment houden wij twee maanden vast en we verlengen tot 8 maanden per maand. Je kan van Europa, bijvoorbeeld iemand die illegaal is,
op het grondgebied en je krijgt hem niet direct verwijderd, kan je tot 18 maanden vasthouden. Om ze effectief, dat kan je doen. Dus er zijn, je kan een inreisverbod geven. Nu, bij België is dat 5 jaar, dat kan naar 10 jaar van Europa. Dus laten we ook eens kijken wat we binnen de Europese richtlijnen wel maximaal invullen. Ja, goed, maar om zo strenger te zijn als ik dat hoor voor het terugkeerbeleid dat we dan voeren. Als ik dat hoor aan de Franstalige kant. Ja, nee, maar deze regering gaat niks meer klaar krijgen. En dus in die zin heb ik daar ook me gisteren wel wat in opgewonden. Ja. De premier zegt dat nu ineens. Er zijn 2 doden gevallen, die zijn gevallen in onze hoofdstad, spijtig genoeg, vreselijke gebeurtenis. En dan ineens wordt er steekvlampolitiek gedaan en dan ineens heeft de premier het terugkeerbeleid ontdekt. Ja, dat maakt mij, dat maakt denk ik als heel de politiek ongeloofwaardig. Mag ik eens vragen, meneer Frank, als u nu op de stoel van, want u heeft er gezeten op de stoel van Nicole de Moor, wat zou u dinsdagochtend op die persconferentie gezegd hebben? Ik zou sowieso niet op die stoel gaan zitten als dat met Ecolo en Groen in de regering is. Vanochtend heeft Giorgia Meloni de eed afgelegd als eerste vrouwelijke premier van Italië. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Giorgia Meloni behoort tot de radicaal rechtse partij Fratelli d'Italia en ze komt aan het hoofd van de meest rechtse Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog. De regering bestaat verder ook uit de uiterst rechtse partij Lega van Matteo Salvini. Hij wordt minister van Infrastructuur en vicepremier. En ook de voormalige voorzitter van het Europese parlement, Antonio Tajani, wordt vicepremier. Hij hoort bij Forza Italia, de rechtse partij van Silvio Berlusconi. Nu zaterdag dus, exact 1 jaar geleden, en dat is weer helemaal jouw winkel. Ja. Ik herinner me ook dat kabinet, dat was er in geen tijd, denk ik. Hè? Een maand heeft dat geduurd ongeveer, want de verkiezingen waren 25 september, dus 22 oktober. Minder dan een maand, dat is een recordtijd. Ja. Ja, een duidelijke meerderheid. Ja, maar als je in de analyses terugkijkt van die tijd, het werd meteen omschreven als een toonbeeld van ouderwetse Italiaanse vriendjespolitiek. Ah ja, door mij niet, nee. Nee, ik heb tijdens die campagne ongeveer voorspeld wat er nu zou gebeuren. Van buiten Italië werd er vrij hyperbolisch gesproken. Er was heel veel aandacht voor die wortels in het fascisme. En de vraag werd gesteld, zijn die er wel? Ja, die zijn er degelijk. Hè? Dus het historisch parcours is duidelijk. En dan werd daar nogal overdreven gespeculeerd over, wordt dit dan een nieuwe kleine Duce? Gaat er dan een mars op Rome komen? Dus er was heel veel angst en ontzetting. En Giorgia Meloni werd verkozen, vormde haar regering en ging naar Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, de Europese commissievoorzitter. En iedereen viel in slaap en eigenlijk was alle gevaar geweken. Dus het ging voor mij, het was een beetje komisch, het ging van alles naar niks. Ja, en uiteraard, politici doen dat graag, maar ja, wij kijken liever naar de tonen van grijs tussen zwart en wit, dus er is ontzettend veel meer over het. Maar situeer haar eerst nog eens op het politieke spectrum, want er wordt gezegd, het is een zeer, zeer rechtse kabinet. Ja, het is een zeer rechts kabinet. Maar waar zit zij? Ja, zij zit in een zeer rechts kabinet, niet alleen, maar zij is daar de tenor van. Zij en Matteo Salvini zijn de tenoren van deze regering. Forza Italia zien we zeker als derde partner. Zeker na het overlijden van Silvio Berlusconi, die eigenlijk echt een partij rondom zijn persoon had gebouwd. Tajani, oud-premier Matteo Renzi, die altijd goed is in flinke one-liners, jullie kennen die nog wel, die zei met Berlusconi was Forza Italia... Hup Italia, en nu is het Forza Italia, misschien Italië. Dus Tajani wordt gezien als een vrij zwak figuur, helaas, voor die derde partij. Matteo Salvini doet wat hij altijd graag doet, namelijk in campagnemodus verkeren en interne oppositie voeren, ook in deze coalitie. Ja. Dus Giorgia Meloni staat behoorlijk alleen, maar is inderdaad, zoals je zegt, nog altijd de leider van een partij die, als Italiaan opnieuw zouden stemmen, opnieuw 30% zou halen. Ze zitten bij jullie in de Europese fractie, hè, meneer Franke? Ja, absoluut. Ja, ik vind dat ze het goed doet, het eerste jaar. Ze heeft heel duidelijk gemaakt van, kijk jongens, dat is hier een democratie, dat gaan we ook blijven. Ze is naar Europa gegaan, ze is naar de NAVO gegaan. En ik moet u één ding zeggen, vorige week waren we met het NAVO-parlement, een grote Italiaanse, de nieuwe Italiaanse delegatie heeft een tijd geduurd voordat ze die hebben samengesteld, Kamer, Senaat, en de Italianen zijn niet de snelste. En ze waren daar in grote getalen. En er moesten een aantal posten verdeeld worden en die Italianen hebben zich gezet als nooit tevoren.
Ik zit daar nu in. Ik ben lid van het NAVO-parlement sinds 2010, dus dat is toch 13 jaar. Ik heb nooit geweten dat de Italiaanse delegatie echt haar voeten zette. Zegt van, kijk, wij zijn hier, Italië, we hebben nood aan dat en dat en dat. En vorige week in Denemarken hebben ze echt heel duidelijk gemaakt van, kijk, we're Italy and you have to respect us. En dat is een beetje surfend op de roes van de overwinning van Meloni? Ik denk, dat is ondertussen al een jaar geleden, ik denk gewoon dat ze iets hebben van, kijk, Italië is een trouwe NAVO-bondgenoot, jullie hebben ons nodig, wij zijn een trouwe partner aan, ook Amerika. En ja, dat is opvallend. Heel duidelijk transatlantische gedachte van die regering. Ja. En wij willen hier een aantal functies, en dus je moet niet denken dat dat allemaal door Spanjaarden en Fransen en Duitsers en Amerikanen en Britten wordt verdeeld. Wij moeten hier ook ons deel van de koek, en ik heb dat nooit meegemaakt, dat was heel opvallend. De figuur van Meloni. En trouwens, over alle partijgrenzen heen in Italië. Hè. Dus die delegatie, iedereen had, ze hadden heel duidelijk afgesproken over positie, meerderheid, dat maakte niet uit. Italië was daar. Even ook de figuur van Meloni, als je vanuit Vlaanderen of België daarnaar kijkt, sluit zij nauwer aan bij jullie dan bij Vlaams Belang? Hè? Want wij perciperen de regering Ginter als wel heel, heel rechts. Is democratisch, zij... maar ja, ze is wel rechts, ja. Ja, maar sluit ze meer aan bij jullie dan bij Vlaams Belang bijvoorbeeld? Absoluut. Ja. Dat is zo. Ja, ze gaat ook naar de 2%. Hè? Dus de Italianen gaan naar 2% BBP voor defensie. Hè? Dat is toch ook ongezien. Hè? Wij zitten daar nog lang niet. Maar ook dat heeft ze beloofd. Hè? Dus ze heeft een heel goede relatie met de White House. En ze heeft, ik denk dat ze op zich internationaal, als je nu echt naar haar internationaal beleid kijkt van de dag één als ze premier is, en ik volg Italianen, ik heb ook gestudeerd, dus ik volg echt Italiaanse politiek echt wel op de voet. Het is boeiend, hè? Het is enorm boeiend. En ze heeft van in het begin haar buitenlandse politiek heel scherp gezet. En eigenlijk een stuk... atypisch Berlusconi, atypisch Salvini, maar zij heeft gezegd, ik ben hier de baas, zo gaat het zijn. Ja. En je hoort ze niet. En ook in die internationale gremia, bijvoorbeeld ook in het NAVO-parlement, die delegatie, de Fratelli zijn de baas, en iedereen heeft zijn mening. De ene zal wat meer over China, een ander over Iran, een ander zal over Rusland wat kritischer zijn. Maar die lijn is wel duidelijk. Het is duidelijk dat in Italië si entra solo legalmente. In Italië non si entra illegalmente. Questo è un modo serio di gestire il famoso blocco navale. Ma il blocco navale è un atto di guerra, perché qui ripetono tutto quello che hanno sentito di da un altro, non studia nessuno. Lo puoi fare tranquillamente in accordo con le autorità libiche nel caso specifico. Quindi... Ja, een groot verschil tussen woord en datum, want de migratiecijfers in Italië lijken helemaal nergens op. Dan heb je een rechtse regering. Ja, dus dat is haar zwakke punt natuurlijk. Ja. Hè? Dus die instroom is gigantisch, is nooit zo hoog geweest. En dus je hebt een rechtse regering en er komen er meer en meer binnen. Dus dat was Salvini zijn probleem al in 2016 en nu wordt dat alleen maar erger. Nu daarmee ook dat ze natuurlijk von der Leyen heeft meegenomen om in Tunesië die een deal te sluiten. Daar is de grote frustratie dat Tunis zegt, ja, je moet een miljard euro storten en dan zullen we beginnen. En daar is heel veel discussie over, dus op dit moment zit dat ook op zijn gat. Maar zij gaat inderdaad voor die zeeblokkade meer deals met Noord-Afrika. En ik zeg u heel duidelijk, Italië gaat dat ook doen. Italië gaat dat doen en ze zullen na de Europese verkiezingen, want we zullen dat met deze Europese Commissie niet klaar krijgen, niet met Johansson, niet met al die GroenLinks die daar aan de macht zijn. De volgende Europese Commissie zal een heel stuk rechtser zijn en Italië... Meloni zal ze meenemen en ze zullen met al die Noord-Afrikaanse landen sluiten. We zullen over elkaar over 2 jaar spreken, 100% zeker. Even terug naar de feiten over het overstroomd worden van Italië. Ik ben vorige maand in Lampedusa geweest en in de periode dat er 7000 aankomsten waren op één dag. Jullie kennen die beelden nog wel. Hè? Dat is een ontzettende grote uitdaging voor Italië, omdat dat eiland heel klein is. Dit jaar is Italië met bootvluchtelingen zitten aan 139.000 mensen. Vorig jaar zijn er 173.000 Oekraïners zonder enige rimpeling in Italië binnengeraakt. Opvang, integratie, geen enkel probleem. Veel minder bootvluchtelingen. Er werd gesproken over een invasie, zeetaxis. Hè. Maar Italië kan dat aan als grote lidstaat. Meer nog, Giorgia Meloni heeft in den duik dit jaar besloten dat de volgende 3 jaar 452.000 arbeidsmigranten van buiten de EU naar Italië komen met contracten, omdat het land snakt naar arbeidsplaatsen. En wat is dan de conclusie? Wat de ze conclusie zegt en wat is ze dat, doet, dat, niet, dat ligt... Italië arbeidskrachten migratie nodig heeft, ja, dat Giorgia Meloni pragmatisch is en dat erkent en dat heeft doorgevoerd. Alleen is daar weinig aan. Dat is toch totaal niet hetzelfde. We hebben ook 10.000 arbeidskaarten. 450 zijn er veel. Hè? Dat is bijna een half miljoen.
miljoen, hè, meneer Franke, dat is ook, veel. Daar woont ook 5 keer zoveel volk als bij ons. Hè. Dus, ja. We hebben ook 10.000 arbeidskaarten die we alleen in Vlaanderen al uitreiken, hè, elk jaar. Ja. Dat kun je totaal niet vergelijken met asielzoekers, asielrecht, mensen die hier komen die totaal geen skills moeten hebben, die de taal niet kennen. Dus, mensen worden ook geactiveerd. Asielzoekers het overlap. Alleenstaande mannen massaal toekomen met boten, op illegale wijze Europa binnenkomen, of iemand met een legaal arbeidsvisum om hier te komen werken, dat is een totaal andere zaak. Er zijn Afrikaanse landen bij. Ja, maar dat zal wel. Het punt dat ik wil maken is dat Meloni erkent.